Joost voor Eurovisie. Joost voor Eurovisie. Joost voor Eurovisie. Joost voor Eurovisie. Yo YouTube, Aisin hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik was super hyped. Al een paar weken ben ik super hyped om dan effectief te horen te krijgen dat Joost mag meedoen aan Eurovisie 2024 in Zweden. En vandaag is het geconfirmed, man. Hij mag meedoen voor Nederland. En dat is insane. Want ik weet niet eens wie daar meedoet voor België. Ik heb geen flauw idee hoe dat hier werkt. Omdat we Vlaanderen en Wallonië hebben. Het ene jaar stuurt Vlaanderen iemand en het andere jaar Wallonië. Ik ben daar eigenlijk nooit mee bezig. Het is de eerste keer sinds Laura Omloop haar deelname aan Junior Eurosong dat ik weer ga kijken. Insane! En Ralf Machenbach, man. Shoutout Ralf Machenbach. Kijk, dan doen we ook gewoon direct een shoutout naar Thor. Want Titi, man. Toch door het donker. En ik denk dat dat bij heel veel mensen het geval is. Ik kijk nooit. Maar dit jaar, damn. Hoe insane is dit? Dat hij op het podium gaat staan voor een televisieprogramma die wordt uitgezonden over heel Europa. Wild. Dat is... Oh, het is zo grappig. Want ik had al een paar keer aangegeven dat hij ging meedoen voor Nederland. In de slimste mens. Ja, hier ben je. Ja. Komt het allemaal terug? Want je hebt hier ook gezeten, hè? Ik ben zo blij dat ik niet in die stoel zit. Nee? Echt waar, ik... nooit meer. Maar als je me volgend jaar nodig hebt, vraag me. Nee, dat is goed. Wat verwacht je van Joost als kandidaat? Hij gaat dat supergoed doen, maar vooral... Hij gaat meedoen aan Eurovisie Songfestival voor Nederland volgend jaar. Wow. Is het al zeker? Want je wilde dat? Of, 100%. Is het helemaal zeker? Of? Ik ben zeker van mijn zaken, ja. Tijdens zijn show in de Lotto Arena. Joost Klein, doe mee aan Eurovisie voor Nederland! En daar zijn zelf nieuwsartikels over geschreven dan. Ace, het kondigt aan dat Joost Klein voor Nederland naar het Songfestival gaat. Niets officieel bevestigd. Tuurlijk was dat niet waar. Tuurlijk wisten wij niet of hij mocht meedoen. Maar we hebben dat zo hard gemanifest. We zijn met iedereen gewoon zo hard beginnen roepen dat hij ging meedoen. En overal gewoon gezegd van Joost, doe mee. Vol zekerheid dat we het gewoon de wereld ingesproken hebben. Dat ze er niet meer omheen konden. Joost deed al mee voor Eurovisie voordat hij geselecteerd was. Er was geen competitie meer. Hij was al die persoon die ging voor Nederland. En dat is de magie daarvan. Als je er hard genoeg in gelooft, dan gaat het gebeuren. Kijk, dit was nu al echt gewoon een hele grote bal. Hij heeft het wel gedaan, hè. Insane, insane. Ik heb het liedje al gehoord. Wild. Hij is insane, hè. Ik ben trots dat ik zo iemand mijn vriend mag noemen. Super cool van Nederland dat ze dit doen. Want ik heb al altijd het gevoel dat zo België en Nederland gewoon veel te saaie mensen naar het Eurosong stuurt de laatste jaren. En dan zie je toch elke keer dat de landen die eindelijk een keer een risico nemen door iets te sturen wat een beetje anders is. Zie Maneskin van Italië en zo. Want ik heb het gevoel dat die mensen die beslissen wie daar mag meedoen, dat dat allemaal oude zakken zijn. Als zij dan even hun ego opzij leggen en proberen te snappen waar speelt bij de jeugd en zo, dan kan je daar een hele goede bal slaan. Nederland is hier iets aan het doen dat nog geen één land gedaan heeft. Dus ik ben echt, ik heb hele hoge verwachtingen. Het is insane, het kan een fucking stap zijn. Nou, bekender zijn dan enkele Nederland en Duitsland en België. Hij kan hier gewoon uitgroeien naar iets Europees. En dat kan hij zeker met zijn muziek. Dat is zo fucking cool. Ik werd wakker. Ik zag die post. Ik ben recht gaan zitten en dacht, no fucking way. The motherfucker did it, man. Nee, nee! Hij krijgt sowieso 12 punten van België. Dat is al verzekerd, snap je? Dat is er al. Ik ben zeker dat Nederland hier de play van de eeuw gemaakt heeft. Waardoor misschien Eurosong eindelijk weer een beetje jonger gaat worden. Waardoor de jonge mensen weer gaan kijken naar het event. Want eigenlijk is het fucking cool. Elk land één iemand naar voren stuurt om een liedje te maken. En dan is er een grote competitie van alle landen in Europa. En de beste wint. Dat is cool. Maar omdat de laatste jaren daar zo weinig coole bands en coole artiesten naar voren geschoven waren, is dat eigenlijk een beetje gezonken. Vraag maar eens aan je ouders en aan je oma en opa. De enige reden dat zij nu nog elk jaar kijken, is omdat dat vroeger echt de shit was. En nu zijn ze nog altijd een beetje aan het teren op het succes van vroeger. Maar als meer landen gaan beginnen doen wat Nederland en Italië hier doen, ik denk daar zo in Noorwegen en Zweden ook wel al landen zijn die eens gek gedaan hebben. Lordi, mijn hardrock halleluja van Finland. Die werden ook uitgescheten toen ze geselecteerd waren. Iedereen in Finland zei ook van, what the fuck gebeurt er hier? Ze zijn gewonnen.
Als dit dan geselecteerd wordt, is iedereen zo van, what the fuck, wack. Nou winnen ze, en dan is het legendary, snap je? Ik denk dat Joost, hij heeft een kans om te winnen. Elk land stuurt gewoon weer voor de zoveelste keer één iemand naar voren met een stomme micro die daar aan, ik weet niet hoe statisch staat te zingen. Muziek is meer dan alleen dat. Het is een hele show, het is entertainment, het is een kunstwerk op podium, en daar is Joost de beste in. En het is zo gek om aan te denken dat nu, door Eurosong, wordt hij gewoon naar voren gepusht voor heel Europa, en moet iedereen kijken naar Joost Kleine. Insane! Mijn vriend, doe mee aan de Eurosong. Let's fucking go, man. Hey, de mensen van VRT en zo, bel mee. Dat ik die punten mag doen in Zweden. Dat zou leuk zijn. Super harde vriendjespolitiek, of course. Maar kom, please. Peter van de Veren doet het al elk jaar. We willen eens iets nieuws. Als Nederland wint, ik ga los, hè. Bro, crazy. En dit toont weer iets zo mooi aan. Iets waar ik al meerdere video's over heb gemaakt. Dat je echt meer moet doen dan geloven in jezelf. Als jij gaat solliciteren voor een job, en dat maakt niet uit welke, dan moet jij met de confidence binnenwandelen daar, alsof dat je de job al hebt. Alsof dat je al aangenomen bent. Je moet niet praten tegen hen zo van, oh, ik zou zo graag deze job willen. Nee, je hebt hem al. Je werkt al bij hen. Vanaf dat je daar binnen stapt, zijn alle andere mensen very fucking dust, man. Geen competitie. Als je die klik kan maken in je hoofd, als je daarin kan zetten, voor elke move dat je maakt, dat eigenlijk al gebeurd is in je hoofd, en dat je het al gedaan hebt, en dat je al gewonnen bent, dan kan je alles winnen. Het is zo cool dat al die clips waar dat we hem aankondigen en zeggen dat hij meedoet, nu gewoon echt zijn. Hij doet mee voor Eurovisie Songfestival 2024. Het is insane hoeveel mensen daar pissed zijn hierdoor. Het is insane hoeveel comments dat ik gelezen heb van oude zakken die zagen van, wie is dat? Alsof dat ze andere jaren een idee hadden wie dat was. Maar nu omdat Joost is iets anders, een frisse fucking wind, zijn ze boos. En al die oude mensen zo van, En dan heb je nog al die mensen die in de comments zitten van, ik heb zo graag gewild dat de bankzitters meedelen, joh. Ze waren nooit in. Bankzitters hebben nooit meegedaan aan de competitie. Ze waren te laat in. Ze hebben nooit ingeschreven. Want in Nederland kan je dus gewoon liedjes insturen en dan wordt de beste geselecteerd. In België is er een hele fucking talentenshow of zo, oh no. Bankzitters hebben nooit meegedaan. Dat is pure fucking promo voor een liedje. Dat was gewoon een strategie. We gaan doen alsof dat we meedoen aan het Eurosong en daar releasen we een liedje en dan gaat die boomen. Zij zeggen tegen jullie van, yo, doe mee aan Eurosong, dit is onze tune en iedereen is daarmee weg. Ze waren er nooit in. You got tricked into a promo stunt. Maar dit gaat zo cool zijn. In mei 2024. Eén dag wat ik nu al zeker ben, is daar 12 punten van België naar Nederland. En dat ik die punten wil uitdelen. Oh me. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie even hyped zijn als mij. En ik hoop dat jullie ook iets leuks hebben kunnen bijbrengen. Dus aan iedereen die nu examens heeft, wandel binnen op je fucking examen alsof dat je hem al gekild hebt. Vul je examen in alsof dat je er al door bent. Alsof dat je je diploma al hebt. All the love, all the fucking power. En tot de volgende keer. Doei! Check the bomb.